Het is nog donderdagavond 25 september. Bijna vrijdag de 26e. En iPhone-fans weten wat dat betekent. Dan komt de 6 en de 6 Plus in Nederland in de winkels. Nu kun je, zoals elk jaar, kun je natuurlijk gewoon in een rij voor een Apple Store gaan liggen. Ik was vorige week nog in Oberhausen, daar lagen er een kleine 1000, waarvan er 400 ongeveer onverrichte zaken weer naar huis gingen. Op het Leidseplein voor de Apple Store in Amsterdam en ongetwijfeld voor nog veel meer Apple winkels liggen ook weer lange rijen iPhone fanaten te wachten tot ze als een van de eerste de iPhone kunnen hebben. Nu gaat de Apple Store pas om 8 uur morgenochtend, dacht ik, open. Maar je kunt het dus ook anders doen. Je kunt gewoon het toestel bestellen. Je had gewoon het toestel kunnen bestellen en hem thuis laten afleveren in het holst van de nacht om 1 minuut over 12 op vrijdagochtend, dus 1 minuut over 12 vrijdagochtend. Kun je lekker thuis voor de tv gaan zitten wachten in spanning totdat je je iPhone mooi gewoon aan de deur bezorgd krijgt. Nou, ik sta hier nu in Sliedrecht. Ja, Sliedrecht. Waar dadelijk meneer Kabout. Nee, geen grapjes maken. Die krijgt dadelijk van Typhoon zijn iPhone afgeleverd. De iPhone van Typhoon. Nou, we gaan er maar even kijken of die al heel erg in spanning zit te wachten. Nou, inmiddels sta ik al hier zo'n half uur. De koerier van de ANP is er ook. Kom er maar even bij, Stefan. Want we hebben al een keer of 5 aangebeld. We hebben al mobiel hem gebeld. Maar geen reactie. Dus we gaan een kaartje in de bus doen. Dat we zijn langs geweest. En we gaan iemand anders blij maken met de iPhone. Niet met deze, maar met de allereerste iPhone. Ja, dus dat gaat helaas voorbij voor deze klant. Ja, nou, het is niet te geloven. Misschien vond hij het toch leuk om in de rij te gaan staan naar Amsterdam. Ik weet het niet, maar je ziet het. Onverrichte zaken door naar de volgende. En die is wel thuis, zeker weten. In Sliedrecht was dus niemand thuis. We zijn inmiddels in Leiden. Om de hoek, zo ongeveer. Met Stefan en Luc. Ja, Luc. Sorry, Luc. En we hopen hier natuurlijk wel meer geluk te hebben. Ja, laten we hopen. Het is niet meer 0 uur 6. Het is ietsjes later, maar er is wel een iPhone 6 voor deze dame. En haar naam? Mevrouw Sumaroto. Goedenavond. Kijk eens aan. Hi. Jij was natuurlijk al helemaal, je zat in spanning. Je kon natuurlijk niet slapen. Nee, helemaal niet. Ik ben, het is gewoon heel geweldig. En de eerste, want ja, de vorige was niet thuis. Oh nee? Nee. Echt waar? Ja, echt waar. Oh, dus de eerste iPhone, die is voor jou. De iPhone 6. En bij deze wil ik hem je overhandigen. Dus ja. Je mag hem gelijk uitpakken. Beetje meer meisjesachtig toch dan de zwarte? Beetje meisjesachtig. Ja, dat is ook geen roze, hè? Nee, het is geen roze, maar ja. Als hij roze was. Maar wat ga je nu? Je gaat nu gelijk naar bed of? Nee, ik ga nu gewoon. Ja, vanavond ga ik niet slapen. Ik ga alleen op mijn iPhone zitten te spelen en van alles doen. Je hebt niet in de rij staan. Dat ik er nu een paar honderd in Amsterdam in de rij. Die slapen ook niet, maar die hebben ook nog geen iPhone. Oh, dat wist ik helemaal niet, dat er een paar honderd in Amsterdam. Ja, voor de Apple Store. Ja. En die gaat pas om 8 uur open, dus Dan heb jij hem al helemaal geïnstalleerd en ben je er al heel blij mee en mee in spelen. Ja, nou geweldig toch. Heel veel plezier ermee. Blij ermee. Ja. Ja.